Shortcut Feitnieuws. Vandaag bij Hammersim in Breda. Met voormalig welterweight champion Harut Grigoryan. Hoe is het, Harut? Goed. Harut, de laatste keer dat we je zagen is alweer een tijdje geleden. Het was Glory 64. Ja. Titel verloren aan Cedric Doumbé. Ja. Waar was je al die tijd? Dus wat heb je gedaan? Ik was gewoon bezig met mijn familie, met mijn eigen bezig geweest. Tijdje ook niet gevochten om alles even alles familiaal, van mijn eigen, alles op dingen gezet. Nu is alles oké. Nu voel ik me ook goed. Dus deze man sta ik ook in 29 tegen Jenny Bates. Dus we gaan een mooi gewicht van maken. Ken je Jamie Bates? Wat weet je van zijn vechtstijl? Hij is een bewegelijke jongen, een leuke jongen. Ook, die komt ook om te vechten. Dus ik hoop gewoon dat hij een leuk gewicht is. Is. En je bent nou rank 2. Was je verrast dat je tegen nummer 9 moest? Jamie's nummer 9? Nee, kijk, het is ook gewoon dat ik een tijdje heb niet gevochten. Om gewoon even zien te komen. Dus het maakt ook wel uit dat ik deze wedstrijd zou moeten winnen. Om nog eens te voor Twitter shot. Dus het is ook logisch, ik heb een tijdje niet gevochten. Ik wou het al zeggen, want als jij deze wint, want je staat op 2, dan is het een hele grote kans dat je gelijk door moet voor de wereldtitel. Ja, op zich, die titel, deze tijd, dat boeit me echt niet. Dus het gaat gewoon om mooie wedstrijden. Ik wil tegen de beste winnen. Ja. Predictions! Dus dat gaat een leuk gewicht zijn, ja. Wat denk je dat er gaat gebeuren? Op zich, we zijn allebei goed. Ik heb tegen hun allebei gevochten. Tegen wie zou jij willen? Voor de titel ik ken allebei, dus mij boeit dat echt niet. Alleen, mij maakt dat echt niet uit wie dat gaat winnen. En mij maakt dat niet uit, ja. Die zijn allebei goed. Oké. Okay. Blijf je exclusief voor Glory vechten of kunnen jullie ook nog bij andere promoten zien als One Championship? Nee, op zich, ik heb getekend bij Glory. Maar ik heb wel een toestemming dat ik in een multifight club ga vechten. Dus na deze ga ik in mijn eigen land vechten, in Armenië ga ik vechten. Dus in een multifight club. Gaat het daar straks ook nog over hebben hoor. Glory 57, waarom moeten we dit gevecht zien? Blijft. Waarom moeten we dit gevecht zien van jou? Omdat ik kom om te vechten, omdat ik niet kom om punten te maken. Dus bij mij gaat het om niet echt om te winnen, bij mij gaat het om echt laten zien ik kom om te vechten. En heb je een boodschap voor Jamie Bates? Op zich niet echt, nee. Hij weet ook tegen wie hij vecht en we gaan gewoon het beste van maken. Oké. En nou ja, ik ga straks dan door in het Armees. Nou, Harut, bedankt voor het interview en heel veel succes bij Glory 75 in Utrecht op 29 februari. Is goed, dankjewel. Goed. En dan ga ik even...